Ja, ik moet niet te veel bewegen, want het is een deur met een sensor. Maar ja. Op een of andere manier denken ze nog steeds dat het een virus is. En maar 17 wou het dus ontkennen dat virussen bestonden. Maar ja, toen gingen ze weer boom. Dus MH17 had hiermee te maken. Maar daar wil ik het niet over hebben. Hè? Mijn scam, jouw probleem. Maar ja, als je goed kijkt kun je er ook een ezeltje in zien. Maar daar wil ik het ook niet over hebben. Ja, nou, het is eigenlijk... Ik maak dit filmpje voor mezelf. Want ik ging gisteren fietsen langs de school. Zo en ik keek naar die school toe. Ik denk, hè, wat zie ik nou dan? Ik kijk. Staat er een leraar? Ja, je gelooft het niet. Een leraar? Die loopt naar een meisje toe en er staan twee vrouwen bij. En hij tikt er eerst een paar keer zo op de borst. Daarna trekt hij er helemaal naar toe. Dan gaat hij er over de hoofd aaien. En zit hij over de schouders. Als dat mijn kind was, hè, had ik hem een stoot voor zijn hasses gegeven. Dus met andere woorden, dat was niet goed. En toen liepen ze door. En toen keek hij me aan, toen schokte hij een beetje, zegt hij zo, hoi. Heel mieterig gewoon, net of hij dat handboek van meneer Rutte te pakken had gehad. Zo keek hij. Oh, dus met andere woorden, ik moest er vannacht nog aan denken. Nou, als ik er vannacht nog aan moet denken, klopt er iets niet. Dus, ik ga van nu af aan op onderzoek uit, dus op school en eens kijken. Wat me ook opvalt is dat er heel veel rare mannetjes tegenwoordig bij school werken. Niet meer van die. En dan hebben ze nog nooit van Jot Soros gehoord, maar ze lopen als een mietje. Dus met andere woorden, ik zou me op gaan passen voor je kinderen, want het vieze volk heeft nu de macht gegrepen. Dus met andere woorden, denk zelf na, anders pakken ze je kinderen af. En ook nog eens op een andere manier, en dat wil je toch niet? Dus word wakker, wees geen stakker, denk zelf na. Als je me laten spijt dat je niet hebt nagedacht, dat kan ik je wel vertellen. Bescherm je kinderen voor. Voor die nazi-ideologie. Nou, laat me zitten. Nou wordt het iets erger. Nu zijn we ook even kwijt. Oh, ik ben helemaal... Oh, dus met andere woorden, hier is nog niet het laatste woord over gesproken. Beste boetjes, het ver.